Tot dan. Ik wil eigenlijk helemaal niet gaan. Het voelt een beetje alsof... Denk wel alsjeblieft na over waar we het over gehad hebben. Daarvoor, de rajas, de vakantiehuizen. Ik kan de financiën nog rondkrijgen als we maar... Ga! Over... Ga gewoon als je het zo druk hebt. Ga! Ik ben al weg. Ik ben al weg. Het was gewoon... Ach ja. In ieder geval gaat Varya met hem trouwen. Ze zijn verloofd. Dit is het niet, liefste. Alsjeblieft, oom. Doe dat nu niet. Varya, ik ben blij voor jou. Ik bedoel... Je doet er erg veel moeite voor met al zijn plannen en al zijn kaarten. Juist, ik had ook nog een kleine vraag aan u, mijn lieve vriendin. Of ja, meer is van een simpele kwestie eigenlijk. Zou u bereid zijn mij... Ja, het is meer iets van een verzoek. Kijk, ik moet morgen de rente op mijn hypotheek en mijn onderpand betalen. Zou u bereid zijn mij... 270 roebel te geven? Dat hebben we niet. Dat hebben we toch helemaal niet? Ja, eigenlijk hebben we dat nu niet. Ik ken het gevoel. Er zal wel iets opduiken, zeker. Dat is mijn motto in elk geval. Hè. Hier ben ik. Bijna tot aan de grond. Maar de treinrails die lopen recht over mijn landgoed. Dus dat is in ieder geval geld in het laadje. Hè. Dat loopt allemaal wel los. Misschien niet vandaag, dan wel morgen. Of Tashenka zal de loterij wel winnen. Ja, ze heeft namelijk een ticketje gekocht. En dat is toch alles wat daarvoor nodig is, nee? Mijn koffie is op. Bed? Maar, wat is dit? U heeft al de hele dag het hele broek aan. Ik ben helemaal beneden. Wees, kom op. Was een man. Ik heb mezelf nog wel. De zon is al op. Het lijkt alsof het niet eens koud is buiten. Mama, wat maak jij? De kerstbomen staan en zo. Top. Frisse lucht. Fluitende vogels. Wat een warm welkom. Het lijkt net een knus, wolkendek. Weet je nog, sinds toen we jong waren, dat je altijd zei dat we woonden in een luchtkasteel. Dat de paadjes waarover wij liepen gemaakt waren van maanlicht en zonnestralen. Herinner je dat nog? Ik ben niets vergeten. Hoe ik elke dag opstond om naar buiten te kunnen kijken. Zo'n gelukzalig gevoel. Zo licht als lucht en alles was precies hetzelfde als nu. Niets is er veranderd. Alles is zo puur, zo wit. Alsof engelen vleugels verweven zijn met de bloesem. Elk jaar beginnen deze bomen opnieuw. Schudden alles van zich af, al hun zonden. Ik zou er alles voor over hebben, alles dat ik bezit, om dat te kunnen. En deze zware last van mijn borst te halen en mijn verleden te kunnen vergeten. Misschien is het dan toch een soort van gepast. Dat zij moeten boeten voor onze schulden. Het leven kan soms raar lopen. Kijk daar. Daar is mama. Daar. Met haar wasmand over het pad. Daar. Zie je daar niet? Mama? Rest in vrede, lieve Nona. Nee. Nee, het was niet gewoon een gebogen boompje bij de pergola. Dat een vrouw voor een waspad kunnen zijn. Maar het is een geruststelling. De tuin uit mijn jeugd weer jong, de witte massa, de blauwe lucht, Mevrouw van Devenaverskaya. Gewoon een vlugge buiging. Meer niet doen. Om mijn medeleer te betuigen. Mama, dit is Petja, Piotr Trofimov, een huisleraar. Ik was Grisha's huisleraar. Je zoon. Oh, jij die Grisha. Ik zei het je nog zo, Petja. Ik zei het je nog zo om te wachten tot morgen. Het was Gods wil, mama. Dat zal het zijn. Uiteindelijk zal het zijn. Verdronken, waarom? Wat heeft dat voor zin? Welk nut? Voor een arme, zoete, rechte... Thank you.
God, we moeten stiller zijn. Adja ligt in de volgende kamer te slapen en wij schreeuwen hier een heleboel bijeen. Petja, je ziet er afschuwelijk uit. Ja, dankjewel. Ja, jij was nog maar een student natuurlijk, hè. Een jonge student. Ik veronderstel dat de jongste altijd zo vlug lelijk worden. En oud. En is je haar soms dunner geworden? En je brillenglazen zijn verdikt. Je kleed je zelfs nog een student, Petja. Ja, dat ben ik dan, hè. De eeuwige student. Nu ben ik mezelf eerder zie als een dwalende studenten. Dat moet toch zijn. Tijd om te gaan. Nu ik erover nadenk, ga je. Jij bent ook oud geworden. Ja, ja, slaap, slapen. Oh, slaap. Oh, mijn nicht. Mijn nicht speelt weer op. Zou ik misschien hier de nacht mogen spenderen? En wellicht in de ochtend. Peut-être nous parlerons de l'argent. C'est seulement 240. Daar gaat hij weer. Een of andere geheime taal voor geld. Seulement 240 pour toutes mes affaires. Je n'ai pas d'argent, mon petit. Oh, mais je le vous retourner. C'est tout, tout petit. Alors, mon frère, wat zeg jij ervan? Om de lieve vrede te bewaren. Ik? Ja. Wel, ja. Merci. Il a besoin. Wat is dat toch, oom? Met mama, ze is ook in haar veranderd en zulke figuren maken er weer mooi misbruik van. Ja, men zegt wel eens, als er vele behandelingen worden voorgesteld voor een ziekte, dan moet die ziekte wel ongeneeslijk zijn. Ik breek ook constant mijn hoofd erover. Ik heb vele oplossingen. En dus moet het probleem in wezen wel onoplosbaar zijn. Het zou fijn zijn mocht er nu eens een mooie erfenis krijgen. Het zou leuk zijn als Anja kon trouwen met een rijke vent. Een goede vent natuurlijk, zolang hij maar rijk is. Misschien wordt het tijd om eens naar Jaroslav te gaan, om oud-tante de Gravin nog eens te bezoeken. Dat oud trekpaard. Tante was altijd al rijk. Ik wou dat je ons kon helpen. God, begin niet. Tante was altijd al rijk, maar ze had nooit veel tijd voor ons. Kijk. Mijn zusje ging er vandoor met een geliefde. En tante de Gravin ervoer dat als een grove belediging voor ons nobele bloed. Andrevna, ze is een goed mens. Vriendelijk, welwillend, grappig. Ik hou van haar. Ik hou echt van haar. Maar het is zoals het spreekwoord gaat. Een oude vos verliest niet zomaar zijn streken. Mijn zusje is gemakkelijk, gewillig, losbandig. In alle opzichten geleeft ze mannen, laat ze mannen denken dat ze wel een kantje kunnen wagen. Anja. Och, mijn liefste nichtje, kruimeltje toch. Je bent geen kind, je bent een engel. Een engel, geloof me. Natuurlijk, oom. Het is alleen... Hoe kunt u zo praten over mama? Uw eigen zus. Waarom? Ja, dat was verschrikkelijk van me. Stom. Niet nagedacht. Dat is mijn grootste probleem. Mijn onnadenkendheid. Mijn gebrek aan enigszins gedachten of... Overduidelijk. Net opende ik mijn mond en gaf ik een speech voor een boekenkast. Hoe stom. En ik dacht er ook niet bij na. Ik opende mijn mond en daar was het. Hup, bam, gelul in de... geraas in de ruimte. Misschien heeft Anja gelijk en is soms beter als u gewoon zwijgt. Ja. Wijs. Zeer wijs. De wijsheid van de stilte. Ik ben al stil. Ik ben al stil.
voor ik het vergeet. Laatst in de stad was ik in de rechtbank. En daar raakte ik aan de praat met een paar mensen. Zeer pintere mensen. Bankiers waren het. Wat blijkt nu? Er bestaat iets en dat heet een promesse. Waardoor je geld kan lenen bij de ene bank om je schulden af te betalen bij de andere bank. Gratis geld. Schijnbaar voor eeuwig. Ah, en Varia, tegen niemand zeggen, hè. Maar jullie moeder zal eens kijken of ze geen lening kan verkrijgen van meneer Lopatkin. Die vindt dat vast niet erg. En Anja, als jij wat bent bijgekomen, moet je maar eens naar Jaroslav gaan. Om je oud-tante te bezoeken, hm? Een driedelig aanvalsplan. Ergens tussen al die invalshoeken krijgen we het al voor elkaar om die schuld de pocket in te karamboleren. Ik ben er nu behoorlijk van overtuigd. Ik zweer op mijn naam en alles wat ik lief heb, dat zolang ik leef, dit landgoed nooit zal worden verkocht. Toen ik 6 jaar was, zat ik op die vensterbank en zag hoe papaatje naar de kerk ging. Op een of andere zondag. Wonderbaarlijk toch, het geheugen? Diep van binnen bent u een goed manompje. Alleen wat lang van stof. Nu stilte en slapen. Wat is de grote wereld nog voor mij? Zonder vrienden aan mijn zij. Is het niet fantastisch, de tortloppe mandoline? Dat is gitaar! Voor een romanticus, mooie jonge dame. Voor een verliefd man, grootste schoonheid, kan dit een mandoline zijn. Oh, mijn lieve mandoline, waarom het hart van mijn geliefde? Hij dacht het op meer waard nog. Vind je niet? Oh, je bent doof. Je zingt als een hyena, als wilde honden jankt naar de maan als katten die loop zijn. Romanticus. Ik ken er geen. Heel scheen. Geen enkele vorm van identiteit. Ik heb geen eens een paspoort. Ik weet niet
wanneer ik geboren ben. Ik heb vast een bepaalde leeftijd bereikt of wat. En voor mij ben ik nog maar een meisje. En zo voel ik mij ook. En ik dat ooit was. Jong. Slechts een meisje. Ik herinner me nog dat wij, mijn vader en mijn moeder, soms pees ik dat ik ook nog een broer had, we reizen de wereld rond. Trokken van stad naar stad, van dorp naar dorp. Of we gaan shows op kermissen. We deden ratslaan, jongleren met vuur. Of ze gooien met elkaar over. Ik kan nog steeds als zo voor me zien. En toen mijn moeder stierven, werd ik intussen opgenomen van een van de Duitse dame. Wie was zij? Een tante, een simpele toeschouwer, ik had geen idee. Ze leerde mij lezen en schrijven. En ze had er goed van afgebracht. Allee, ik bedoel, ik werd gouvernante. Maar wie dat ik ben, en waar ik vandaan kom, hoe oud ben ik? Ik weet daar niets meer van. Hoe waren mijn ouders zelf vertrouwd? Ik weet het niet. Die kan werkelijk overal zijn. Het enige wat ik zeker weet, is dat ik hier ben. Nu. Verleden, nu. Had ik maar iemand om mee te klappen. Ja, ik ken hier niemand.